Het is wel leuk interview zo hoor. Ja. Ik kijk zo half om een hoekje. Kan je vanuit mijn ooghoek precies zien. Ik kan wel nog gelukkig even in je oorgat wat zeggen. Dat was ook de eerste test, want dat was het spannendst voor mij. Als ik straks ga zingen, hoor ik dan wat. Maar ik hoor je luid en duidelijk. Dat is niet zo moeilijk bij mij, dat scheelt. Amateurvereniging Sempros Vereno uit Wageningen bestond vorig jaar 60 jaar. En daarmee is het de oudste musicalvereniging van Nederland. Elk jaar komen ze weer met een nieuwe productie. Zoals vorig jaar de Drie Musketeers. En dit jaar hebben ze gekozen voor Shrek de musical. En ik ben bij hun laatste voorbereidingen. De vereniging bestaat al ruim 60 jaar, maar wat maakt Sempros Vereno zo bijzonder? Ja, het bijzondere aan deze vereniging is dat we alles samen doen. Dus we maken ons decor samen, we maken de kleding samen, we doen alles met z'n allen. Je hoeft ook geen auditie te doen om bij deze vereniging te komen. Dat is wel echt heel speciaal. Je bouwt een soort van familieband op met elkaar. Wat wordt er allemaal met je gedaan? Ik word getransformeerd naar Shrek en dat is in vier fases. Ik heb eerst een kaal kop gekregen en ze zijn nu bezig de kap aan het oplijmen. En daarna komen er protheses, onder andere op mijn kin en mijn lip en mijn neus en mijn voorhoofd. En tenslotte wordt alles nog even een beetje bijgeverfd. Het is 3 uur als ze een beetje de tempo erin krijgen. Wat hebben we erover gedaan bij het opnemen van de trailer? 3,5 uur. Nou voilà, we zijn klaar. Nou, ik zou het niet zeggen. Nou, bijna klaar. Hoe voel je? Ik voel dat ik even wil gaan inzingen. Ja? Ik heb 3 uur in de make-up gezeten, dus ik heb nu wel zin om dan moet je even in je armen zo. Even een beetje warm te worden en een beetje in te zingen. En dan gaan we er lekker voor. Ah, die lipstick die maakt hem af. Ja, dat is... Mam, kijk, ik heb lipstick. Jullie staan elk jaar samen op het podium, hè? Ja. Elk jaar een nieuw stuk. Ja, klopt. Ja, dus vanaf september tot en met juni maken we een mooi stuk met z'n allen. En dan groei je echt naar elkaar toe. En dan maak je samen zoiets moois. Dus spel is niet belangrijker als dans, is niet belangrijker als decor of belangrijker dan kleding. We proberen echt alles zo goed als het lukt te doen. En dat maakt wel dat we heel trots zijn op ons clubje. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben wel heel trots op Sempre. Zeker. Maar een echt verenigingsleven is het gewoon. Het is bijna, mag ik zeggen, bijna een studentenvereniging. Gewoon zo gezellig met elkaar. En, Het is ook omdat je er natuurlijk naast de repetities nog uren naast spendeert met elkaar om samen dat decor, de kleding, alles te maken. Dus we hebben dat echt, we zetten het echt samen neer. Het is niet alleen het spel wat je straks ziet op de planken. Alles wat je ziet hebben we samen gemaakt. Heeft u ze al gezien, die nieuwe elektriciteitsmasten? 2 palen zijn het nu, die als 2 vingers uit de ochtendmist oprijzen naar de lucht. Deze veroveren nu het landschap. Deze oude masten, die kennen we. We kennen de vorm, ze zijn heel vanzelfsprekend in dat landschap. We zien ze misschien al niet eens meer. Een landmark zijn ze ook, want je ziet waar de rivieren zijn, dan zijn ze hoger. Hier in Doetinchem staat een opvallende mast als landmark voor een bedrijventerrein. 37 meter hoog en 11 ton staal. Het is een mast die lijkt te willen dansen. Kunstenaar Floris Schoonebeek gaf hem dan ook de naam mee. Shall we dance? Onbuigzaam hard staal krijgt een bijna elegante buigende vorm. Hij doet het ook heel formeel, hè? Beetje voorover gebogen, linkerhand op de rug en de rechter uitgestoken. Mag ik deze dans van u? Mag ik deze dans van u? Mag ik deze dans van u?
voert me weer even 40 jaar terug in de tijd naar mijn eigen dansles. Een meisje vragen, was best spannend toch? Hoe zou het met die Mas vergaan zijn? Zou die een danspartner gevonden hebben? Het lijkt haast van niet, hè? Er staat er al meer dan 10 jaar, uitnodigend. Hopend misschien dat de Mas van zijn dromen ooit nog ja zal zeggen. En dan ineens lijkt alle hoop vervlogen, want de oude masten verdwijnen en hij staat hier nog, alleen. Nou ja, een enkeling blijft nog om hem gezelschap te houden. Maar wil hij nog met hem dansen? Misschien heeft hij geluk, want hij draagt het geluksgetal, nummer 7. Mag ik deze dans van u? De repetities gaan hier nog wel even door en het ziet er al goed uit. Maar wij gaan nu eerst naar urbex-fotografie. Iets waar ik nog nooit eerder van gehoord had. Maar Hans en zijn zoon Erik uit Hattem zijn er heel bedreven in. Zij reizen namelijk heel Europa door om oude, vervallen en verlaten plekken te fotograferen. Want dat is urbex-fotografie. Kijk, hier heb je nog de spoorbrug waar het hele spektakel begon. Van hier af aan werd het eigenlijk alleen maar groter en erger. Het is begonnen dat de spoorbrug, die werd hier toen gesloopt voor een nieuwe spoorbrug. En Erik kwam met het idee van misschien is het wel eens een keer leuk om daar te kijken. Die treinen rijden daar toch niet meer over. Dus laten wij daar eens een keer op een ochtend naartoe gaan om de foto's te maken. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, dat is terug in de tijden. Maar alles toch gewoon helemaal blanco onbewerkt. Ja. Toen vond je dit al heel wat. Ja, dat weet ik nou. Toen had ik de belichting helemaal verkeerd staan. Ja, maar het kan eigenlijk niet meer in de schaduw staan met wat wij tegenwoordig allemaal doen. Hè. Dat is gewoon eigenlijk peanuts dan. Dit is een voormalig kantoor. Het staat al jarenlang leeg. We gaan ook proberen een ingang te vinden. Je ziet steeds meer plekken natuurlijk waar je naartoe wil. En ja, voor je dit weet, dan zit je in Italië. Het is eigenlijk een gesloten wereldje. Echt voor urbex fotografie. En daar kom je niet zo makkelijk tussen. Je moet vertrouwen moet je kweken dan bij andere fotografen. Ik vertrouw ook niet iedereen. Ik heb een website, heb ik gewoon ondergezet. Vraag niet naar locaties, want die geef ik niet. Het is een soort grijs gebied. Het mag wel en het mag niet. Ja, ik zie er totaal geen problemen. Als een gebouw al 20, 30 jaar leeg staat en er gebeurt niks mee. Hier heb ik een foto van een weverij in Oostenrijk. En dan ga ik ze dus bewerken dan verschillende programma's en dan komt uiteindelijk dit eruit te zien als plaatje. Ja, en alles gewoon laten staan zoals je binnenkomt, hè. Niks, je neemt niks mee. Het is ook niet inbreken of zo, we lopen ook niet met schroevendraaiers of koevoeten rond. Er moet gewoon een ingang zijn, via een deur die open staat of via een raam dat je naar binnen kunt. En dan, dan kom je dingen tegen van die je gewoon zo laat staan zoals je aankomt. Dus je laat niks achter behalve je voetstappen, je neemt alleen je foto's mee. Daar draait het eigenlijk allemaal op. Ik denk dat de mensen zo weggerend zijn daar zo. Ik heb ook wel foto's gemaakt van een ziekenhuis. Er groeien de bomen, die groeien gewoon door de toiletruimtes heen, berkenbomen. Deze staat, gaat dwars door het gebouw heen. Je hoort klapperen van ramen en zo, nou, daar raak je wel aan gewend. Maar in het begin denk je, oh jee, daar komt zeker een beveiliging aan of zo, hè. Ik zal nooit vergeten die keer dat ik dus vol tegen de bewaking aanliep. En toen denk ik van dat is een ingang, trok de deur open dan. Nou, ik denk dit is hartstikke fout. Er was nog een gedeelte, dat was nog in gebruik blijkbaar. Er stonden thermoscanners, stonden daar, verlichting brandde. En ik zei nog, hé, dit is verse koffie. Ja, verse koffie. En kom in één keer, een bewaker komt er zo in één keer aan. En dan kun je wegrennen, maar dat helpt toch allemaal niks. Dus hup, handgegeven, voorgesteld, wat je doet. Zo snel mogelijk van de trein af. Ja, ik snap het wel, we hebben hun minste gedoe mee. Heb je je lamp bij je? En die pak ik. Die heb je aan je zijkant en je handschoen ook. Handschoen heb ik aan de zijkant. Het is gewoon een groot avonturengebied. Van slaapplek tot plek waar je de foto's maakt, wat je onderweg meemaakt. Dat is wel de voeding voor de hobby. Als dat er niet meer zou zijn, dan is het voor ons klaar. Ja. Ja, dat je dan vader en zoon bent, ja, dat maakt het misschien allemaal nog leuker en mooier. Maar je weet heel goed wat je aan elkaar hebt. Ik heb gezegd, als hij in de rolstoel zit of hoe later, dan druk ik hem er naartoe. De foto's van Hans Borst zijn zaterdag te zien op de kunstmarkt in Hattem. Maar eerst gaan vader en zoon samen op avontuur naar een volgende geheime bestemming. En er is natuurlijk nog veel meer te doen in onze provincie dit weekend.
Wapenveld wordt zaterdag gedomineerd door groene jassen, kniebroeken en glanzende jachthoorns. Vanwege het Nederlands kampioenschap jachthoornblazen. Meer dan 250 blazers doen mee aan de wedstrijd. Ook is er een markt, een roofvogelshow en demonstraties met jachthonden. De SSP-hal in Ulft zal vanaf morgen weer omgetoverd worden tot een waar kunstdorp. Voor de 26e keer wordt daar Huntekunst gehouden. Een internationale manifestatie voor de hedendaagse kunst. 220 kunstenaars uit 30 landen tonen hun werk. Het thema van dit jaar is Roemenië. Dit jaar viert Nijmegen het 500-jarig bestaan van het middeleeuwse mirakelspel Marieke van Nimwegen. Volgende week wordt dit feestje nog eens extra gevierd met de Mariekeweek. De hele week is er van alles te doen in de stad. Zo kun je naar speciale dans- en muziekvoorstellingen, zijn er stadswandelingen en is er een kunstroute. Ja, op. Kom. Ja, goed. Oké, alles klicht. Ja, nou, weg. Dan ga je hierheen. En dan doe je zo. Ik denk dat zij gewoon dit doet en dan ga je door met de muziek. Hoe is het om regisseur te zijn van zo'n productie, waar voornamelijk dus amateurs werken, ja, vrijwilligers? Ja, hoe is dat? Ja. Ik doe het nu pas 3 jaar. Dit is mijn 3e productie hier. En voor mij was het nieuw. Het groepsgevoel, maar ook de liefde. En niet dat we dat in het professionele vak niet hebben, maar daar heeft iedereen gewoon zijn taak. En dit vergt veel hoor, want ze komen sowieso iedere maandag bij elkaar. Maar ook 3 weekenden in het jaar, nog een hele zaterdag en dan zo'n hele voorstellingsweek. Dat is veel als je een fulltime baan hebt en je studeert. Wacht iets langer. Wacht. Wat mij wel bij Sempre aansprak, is de combinatie van aan de ene kant echt die liefde voor theater. Hè, hoe het, ja, denk ik, oorspronkelijk bedoeld is. Groepen mensen die bij elkaar komen en samen een verhaal vertellen. Maar toch ook het professionele niveau. Met zijn ogen, dus wat dacht je? We zijn ezels met een vachtje. Is het voor jou hobby of is het meer? Ja, het is voor mij een hobby, ja. En misschien een uit de hand gelopen hobby, een hele grote hobby. Ik ben er graag, ben er elke dag mee bezig. Maar nee, het is echt voor erbij. Ja, en dat is ook goed, want dat geeft me dan weer extra veel energie voor nu. En hoe is dat voor jou? Ik ga helemaal het antwoord van Pipilotte overnemen hoor. Ja? Het is een uit de hand gelopen hobby. Ja, het geeft ontzettend veel energie. Dus daar heb je niet van terug, daar heb je niet van terug. Nou, daar heb je niet van terug, daar heb je niet van terug. Is dat nog moeilijk? Want heel veel mensen kennen Shrek natuurlijk, de film. Ze hebben helemaal een verwachting al bij de musical om dat waar te maken. Oh, ja. Nou, ja. Dat had je er niet over nagedacht? Nou, nee. Ik zie dat niet, heb het niet per se zo gezien. Maar het is juist, denk ik, dat het wel wat moois is dat mensen juist zo het verhaal kennen, dat ze ook al enthousiast worden van, oh, weet je, hoe gaat het er in de musical aan toe? Het is natuurlijk echt wel anders. Er zit allerlei muziek in wat je in de film niet hebt. Dus het geeft weer een soort nieuwe kijkje in Shrek. Maar het lijkt wel een beetje op. Ja, het lijkt er zeker op. Waarom moeten mensen dit weekend eigenlijk naar Shrek gaan? Iedereen gaat het leuk vinden of je nu met iemand van 5 komt of met je moeder van 80. Daar zit voor iedereen wat in. En het is van Wageningen. Het is jullie club, zeg maar. Dus dat is ook dat ik denk, ga gewoon. En zijn Shrek-vrienden zijn tot en met zaterdag te zien in Theater Junushof in Wageningen. Volgende week dan ben ik er weer en dan ga ik naar Dance Festival Emporium. En voor dit weekend zou ik dus zeggen, ga of naar Shrek of gewoon er lekker op uit.